De spoorbomen op de provinciale weg bij het spoorviaduct in Zaandam hadden er zaterdagmiddag ineens even geen zin meer in. Ze bleven dicht, met alle gevolgen van dien. Bij de Lelystraat in Koog aan de Zaan werd door de politie het verkeer tegengehouden en omgeleid. ProRail heeft de problemen opgelost en al snel reed het verkeer weer zijn normale route. Waarom de spoorbomen er even geen zin meer in hadden is onbekend. Misschien hadden ze moeite met de hoge temperaturen en dan zijn ze waarschijnlijk van Nederlandse makelij.